Hoi, welkom terug bij een nieuwe video. Welkom bij mijn kanaal. Vandaag even een shoplog. Ik ben naar de Action geweest en daar wil ik wat dingen voor jullie delen. Met jullie delen. Welkom op mijn bank. Als eerste heb ik deze fles gekocht bij de Action voor €1,38. Ik heb het bonnetje wel. Ik zal in de beschrijving even alle prijzen bij de artikelen zetten. Deze hadden ze ook met... Er stond er op 1500 milliliter. Daar zit er in. 1,5 liter zit hierin. Deze is van Wessel met munt en citroen. Maar die sleept die waterfles de hele dag met zich mee. Ik zet hem even op de tafel. Ik had wasmiddel nodig, dus ik heb een XXL pak Ariel pots gekocht. Dit zijn er 50. Volgens mij kost dit €15 of zo. Het merk maakt me eigenlijk niet zoveel uit, maar ik heb wel graag pots. Want dat vinden wij handig. Dan had ik ook afwasblokjes nodig, dus die heb ik ook gekocht. Dit zijn er 68. Dref Platinum All-in-One. Met de citroen, zeg maar. Niet alle Platinum hebben ook de citroen erin. Ik heb altijd Dref, dat vind ik gewoon de fijnste. Dit zijn er 68, ook voor €15. Dag Anton. Kom maar. Anton komt ook even meekijken. Ja, zo. Hallo. Dan heb ik twee van die pakketten met... ze noemen dit een lintroller set. Ze hebben omharen voor je. Wij dragen nogal veel zwarte kleren. En wij hebben een aantal dieren met lichte haren ook. Ja, zo glijden af, schat. En... nu valt het ding op de grond. Er zitten nogal wat haren op de bank. En daarachter zie je Joep zitten. Van die zo'n lintroller. Zo, om maar even zo zitten. Ja. Dan heb ik... dit zijn Jumbo Minis. Er zitten er 2 in. Dat is lekker voor de diertjes zo tussendoor. Serieus? En daar heb ik ook de Denta sticks van. En van die XXL sticks. Die krijgt hij natuurlijk niet zo. Hè? Hij krijgt gewoon zeg maar een derde hiervan om op te knagen. Lulu krijgt een hele. Maar Lulu is in de tuin. We hebben ook nog trainingssnoepjes voor de honden gekocht. In totaal was ik rond de €80 kwijt. Dus best wel veel. Maar ik heb wel weer zo'n knetterkaars gekocht. En dit is... Ik had de Fresh Linen versie. Maar dat is volgens mij de grijzige. En dit is Fresh Linen and Floral. Ja, ruikt heel erg een beetje vanilleachtig. Ik leg het allemaal even op de bank. Dan hadden ze een aantal van deze lage breien. En dit is een roze in Ruby Rose. En deze hebben 2 linten. 2 van die lonten eigenlijk. En die is wel echt rozerig. Bloemerig moet ik zeggen. Die hadden ze ook in het groen. En dit is dan Sea Breeze. En dat ruik je echt een beetje. Echt een beetje dat frisse, zaltige van de zee, zeg maar. En dan hadden ze ook nog een witte. En dat is Cotton Flower. Ja, die ruikt naar schoonwasgoed. En dan hadden ze, Anton,
ook nog kleintjes. Dat vond ik zo schattig. Moet je nou zien? Wat een kleintje. Dit is Forest Lake en Pepper. Ja, weet ik niet. Ik kan het niet zo omschrijven. Dit is weer Flesh Linen en Floral. Dat is de witte. Dan hebben ze de roze. Dat is Lychee en Rose Garden. Nou, die ruikt niet zo heel veel. En dan hebben ze zeg maar de Wild Fig en Cedarwood. Ja. Hier moet je van houden. Dit is een beetje een mannelijk geurtje, vind ik. Maar ze hadden hele leuke kleintjes. Ik vond ze echt super schattig. En vergeleken bij die andere. Eens kijken. Is die echt mini? Hij is echt mini. Maar goed. Dit heb ik gekocht. Dit is alles wat ik heb gekocht. Het viel mee. Het is helemaal niet veel. Maar het was wel duur. En nou, ik wou het even met jullie delen. Het is een kort videootje geworden. Een korte shoplog. Anton denkt, er zit vast wel wat voor mij bij. Dus ik ga even op onderzoek uit. Ja, hè? bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En duimpje omhoog. Doei!